In de tweede helft van de middeleeuwen waren Gent en Brugge echte wereldsteden geworden. Het waren niet alleen onafhankelijke economische en politieke machtsblokken, het waren ook voor die tijd gigantische metropolen. Met elk zo'n 50.000 inwoners hoorden Gent en Brugge tot de grootste steden van Europa. Alleen Londen en Parijs waren nog groter. Wie in de 14e eeuw iets van zijn leven wilde maken, moest in Vlaanderen zijn. Daar was werk, daar lagen kansen en daar was je vrij van feodale verplichtingen. Stedelingen waren onafhankelijke mensen die hun eigen plannen maakten. Maar ondertussen is er een machtsverschuiving gaande op het Europese toneel. De hertogen van Bourgondië in Frankrijk hebben via huwelijken van hun zoons en dochters en allerlei andere slimme trucjes bijna alle gewesten in de Lage Landen in handen gekregen. En omdat hertog Philips de Goede zijn landen tot een eenheid, het liefst een koninkrijk wil smeden, ontstaat er een probleem. Want de rijkdom in de steden is aan de ene kant een hele fijne bron van belastinginkomsten voor de hertog, maar aan de andere kant is het ook de bron van de trots en de onafhankelijkheid van de steden. En vandaag ga ik je vertellen over hoe de hertog en zijn opvolgers die ingewikkelde situatie probeerden op te lossen. Philips de Goede is een moderne man. Hij ziet die drang naar onafhankelijkheid van de steden als een ouderwets overblijfsel uit de middeleeuwen. De hertog kijkt om zich heen en ziet dat de koningen van Frankrijk en Engeland de macht over hun gebieden juist verstevigen. Aan het begin van de 15e eeuw vindt Philips de Goede dat het tijd is om de eenheid in zijn rijk ook te vergroten. Zijn beleid heet centralisatiepolitiek, en dat wil zeggen het opheffen van verschillen binnen zijn rijk en de eenheid vergroten en dat gaat ten koste van de politieke macht en de invloed van de stedelijke burgerij, maar ook van de lokale lagere edelen. Er kan in zijn rijk maar één de baas zijn en dat is Philips. De Lage Landen moeten niet langer worden bestuurd als piepkleine gebiedjes waar allemaal andere verwarrende wetten en regels gelden, maar als een modern land waar een centrale overheid de dienst uitmaakt. Dat is niet alleen overzichtelijker, maar alleen zo kan het Bourgondische Rijk concurreren met grote landen als Frankrijk en Engeland. Philips de Goede staat bekend om zijn dure smaak en zijn wens om een echte koning te zijn. Om zijn droom waar te maken richt de hertog in 1464 de Staten-Generaal op. Een vergadering tussen afgevaardigden en vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de adel en de stedelijke burgerij. Alleen de hertog mag oproepen tot vergadering en hij bepaalt ook wat er wordt besproken. En vaak gaat het over belastingen, want de hertog heeft geld nodig voor zijn centralisatiepolitiek. Hij wil oorlog voeren en meer gebieden veroveren om zijn droomkoninkrijk te verwezenlijken. Een koninkrijk waarin eigenwijze stedelingen naar hem luisteren in plaats van dat hij naar hen moet luisteren. Maar drie jaar later is Philips de Goede dood. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Karel de Stoute. Die heet zo niet omdat hij ondeugend was, maar omdat het woord ooit dapper betekende, stoutmoedig. Karel de Stoute droomt net als zijn vader van een modern koninkrijk in de Lage Landen. Maar Karel sterft jong en zonder mannelijke erfgenamen, wat in die tijd belangrijk was. En zo kwam er plotsklaps een einde aan het Bourgondische sprookje in de lage landen. Veel van de centralisatiemaatregelen worden teruggedraaid. De enige dochter van Karel de Stoute is Maria van Bourgondië, helaas niet zo'n sterke centralisatiepoliticus als haar voorouders. Ze trouwt wel met Maximiliaan van Habsburg, een van de machtigste mannen van Europa, en zo worden de Habsburgers de nieuwe landsheren in de Nederlanden. Door net als de Bourgondiërs slimme huwelijken te sluiten of door verovering, kregen de Habsburgers uiteindelijk alle zeventien gewesten in de lage landen in handen. De Habsburgers heersten daarnaast ook over Oostenrijk en over grote delen van Centraal Europa en het Heilige Roomse Rijk. De nazaten van Maximiliaan, zijn zoon Philips de Schone, zijn kleinzoon Karel de Vijfde en achterkleinzoon Philips de Tweede, zullen uiteindelijk proberen om die Bourgondische droom toch uit te laten komen. Misschien heb je hun namen al herkend en weet je dat die pogingen zullen uitmonden in de Nederlandse opstand. In het eerste kwart van de 16e eeuw wordt Karel V de onbetwiste heerser van het Habsburgse wereldrijk. Zijn lijfspreuk was plus ultra. Dat betekent steeds verder in het Latijn. En dat klopte ook, want hij breidde zijn wereldrijk uit in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Als landsheer over de lage landen stelt hij allerlei nieuwe centralisatiemaatregelen in, die voortborduren op de politiek van zijn Bourgondische voorgangers in de vorige eeuw. Maar Karel gaat steeds verder in zijn poging om die 17 gewesten van de lage landen tot een politieke en bestuurlijke eenheid te vormen. Karel benoemde zijn tante en later zijn zus tot landvoogdes, zijn plaatsvervanger in de gehele Nederlanden. Ze stonden boven de individuele stadhouders die er in elk gewest waren. En zo probeerde hij de eenheid te vergroten. En in 1531 stelde hij de collaterale raden in. Die hadden hetzelfde doel: het waren een soort van ministeries die voor de hele Nederlander als geheel het beleid maakten. De raden gaven de vorst en de landvoogdes advies, en ze werden gevormd door vertrouwelingen van Karel V. Karels centralisatiebeleid zorgde voor een nog verdere afbrokkeling van de privileges en de vrijheidsrechten van de burgers in de steden en van de lagere Nederlandse adel. En bovendien was het een heel duur beleid, omdat er nogal wat hoogopgeleide ambtenaren voor de uitvoering nodig waren. En dat leidde dus weer tot hogere belastingen op alledaagse producten, zoals bier, wijn, brood, vis en textiel. En er kwam ook nog eens bij dat de familie van Habsburg zich eeuwenlang als betrouwbare bondgenoten van de paus en voorvechters van de katholieke moederkerk hadden geprofileerd. En toen Karel V geconfronteerd werd met de enorme protestbeweging tegen de katholieke kerk, zag hij het als zijn plicht om de verspreiding van die beweging koste wat kost tegen te gaan in zijn Nederlanden. Het was voor heel veel mensen een zoveelste reden om vraagtekens te zetten bij de overheersing door een vreemde buitenlandse vorst die hen de les las. Als Karel V in 1555 vanwege zijn zwakke gezondheid moet aftreden, laat hij een tikkende tijdbom na aan zijn zoon Philips II. Het is de opmaat naar de Nederlandse opstand. Maar daarover later meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.